Klaar? Ja. Komt-ie. Welkom bij deze automobilist video. Ik ben onderweg naar Sint-Annaland op Tolen. En daar ga ik naar Scherpschuttersvereniging Prinses Juliana. En die hebben namelijk een heel leuk evenement. En dat is, dat noemen ze de light shoot. En dat is schieten op aardappels. Dat lijkt niet veel bijzonders. Waar het niet dat die aardappels die zitten op 25 meter afstand op een plankje met een spijker. En die moet eraf schieten. Maar het licht gaat uit. En dan is het licht even een paar seconden aan. En in die korte tijd moet je dus zien om die aardappel te raken. En dat maakt het een net even wat interessantere uitdaging. Ik had gehoopt op een beetje beter weer. Maar dat mocht helaas niet zo zijn. Want het regent. Maar ja, ik hoop een beetje tussen de ruppels door te rijden. Ja, in het ergste geval wordt nat. Ik had wel mijn regenjek aan, maar mijn regenbroeken, daar had ik geen zin in. Dat is zo'n gedoe. Ik denk, laat maar eventjes het risico nemen. Ik zit op de Goldwing toch achter de Kuip. Dus dan hoop ik niet al te nat te worden. Qua video hoop ik dat er niet te veel druppels op de lens zitten. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Dus dat merken we wel. Ik heb toestemming gevraagd of ik bij de wedstrijd wat videoopname mag maken. Aan het bestuur van de vereniging. En dat vonden ze goed. Dus ik heb er zin in. Ik heb mijn spulletjes allemaal in de koffer zitten. En eens kijken wat we ervan kunnen bakken. Het waait heel behoorlijk helaas. Dat zal even balen. Maar ja. Het rijdt even net wat minder lekker. Ik ga dadelijk toch even mijn bandenspanning controleren. Ik voel het toch niet helemaal naar mijn zin. Prima. De achterband heb ik pas gecontroleerd, dus dan moet het goed zijn. Dan komt het gewoon door de harde wind.
behoorlijk tegen de wind in hangen, zeg. Oh, jongen, jongen. Niet echt lekker. Nou, ik sta hier dus bij scherpschuttersvereniging Prinses Juliana in Sint-Anneland. En ik ga nu eens even binnenkijken. Ja, ik ben Kees Bijl, bestuurslid van schietvereniging Prinses Juliana hier in Sint-Anneland. Gisteren en vandaag schieten we een light shooting wedstrijd. De bedoeling is dat we op een donkere baan gericht op aardappelen schieten of op ballonnen. Dan krijg je elke om de 1,2 seconden krijg je een lichtflits. En dat is dan de bedoeling dat je dat probeert aardappel of ballon te raken. Het is nu voor de vierde keer wat we organiseren. Tijdens de corona natuurlijk niet, hebben we een tijdje stilgelegen, maar vorig jaar hebben we het gedaan en nu van het jaar weer. En vanwege gebleken resultaat en succes en de goede ontvangst bij de leden, krijg je het wel weer vervolgens, denk ik. Ja, schiet je altijd vast een rondje doen? Ja. Dus alle 20, dus ik schiet en als alle 5 kapot zijn, heel optimistisch. Nee, je doet gewoon 1 keer licht van tevoren. Ja. Dus je krijgt 6 keer licht. Eerste keer licht kun je even oriënteren en dan nog 5 keer licht om 5 schoten te doen. Ja. En dan kijken we. Okay. En dan gaan we een nieuwe serie van bij. Dus 4 keer een rondje van 5 schoten. Ja. Okay. En dan de eerste keer hoef je niet te schieten, dan kan je even oriënteren waar je ongeveer moet zitten en dan krijg je nog 5 keer licht om dezelfde 5 op te schieten. Maar die het volgende rondje even mee. Komt ie? Schoten dan. Ja. Ik zag de stukken vliegen. Dat zijn er 2. Ja. Ja.
Komt ie. Dat was de light shoot bij scherpschuttersvereniging Prinses Juliana. Ik heb geen idee of ik nou een beetje wat gescoord heb, maar het ging, naar mijn idee ging het best leuk. Ik hoop dat de video ook een beetje leuk is. Oké. Oké, ik rij nu een andere route als op de heenweg. Want het weer wordt er niet beter op. En die harde wind... op de Oesterdam vond ik echt niet fijn. Dus ik ga nou de route via Berg op Zoom. De heenweg ben ik langs de Oesterdam gegaan. Maar dat was me niet zo goed bevallen door een vreselijk harde wind. Dus nu rijd ik een beetje meer landinwaarts. Dus ik pak de route over Berg op Zoom. En dan eens kijken hoe we zo uitkomen. Volgens mij krijg ik zo een stukje snelweg, maar dat merken we vanzelf wel. Het is belabberd weer. Maar goed, ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik vond het erg leuk om het te maken. Ik vond het schiet ook erg leuk. Als je hem leuk vond, geef even een duimpje. Als je commentaar hebt, laat het weten. We zijn altijd benieuwd wat je ervan vindt. En abonneer je op ons kanaal. We hebben meer dan 160 video's erop staan. Dus er is genoeg te zien. En dan zou ik zeggen bij deze dan houdoe en tot de volgende keer.